Het is, ja, het is iets wat je niet laten kan als je een schrijver bent. Een heleboel mensen, lees ik in de krant, 1 miljoen mensen schijnt te werken aan een roman, alleen al in Nederland. En die willen dus schrijver worden. Maar een schrijver ben je of je bent het niet. En als je wil worden, ja, dan ben je het blijkbaar niet. Ik heb nooit schrijver willen worden. Ik wou een man van de wetenschap worden en belangrijke ontdekkingen doen. Maar ineens schreef ik een verhaal. En dat was wel iets, terwijl die wetenschap, dat bleek achteraf, ja, een hersenspinsel te zijn. Hey, Harry. Hallo, Harry. Hoe is het? Goed. Blij je te zien. Het is mijn ideaal om van alle belangrijke bijauteurs uit ons rijke verleden een biografie te entameren. Ik heb er lang over gedaan om Hugo ertoe te bewegen. En Jan Wolker schrijft een biografie, dus je begrijpt, je moet er een keer aan geloven als het aan mij ligt. Ja, het probleem met mij is natuurlijk dat ik niet dood ben. Dat houdt toch niet in dat ik moet sterven? Het is niet, dat in jouw belang is niet een voorwaarde. Het is niet een voorwaarde, nee. Dan heb ik wel iets geregeld. Kijk, ik ben 81. Als ik morgen onder lijn 5 kom... Lijn 2. De lopen hier al. Ja, die komen allemaal hier langs. Dan is dat natuurlijk een probleem. En daar heb ik aan een paar mensen gevraagd. Bezorgen jullie dan die literaire nalatenschap? Want voordat ik het weet gaat in een grote zak, vuilnisman. En dat die kans lijkt mij niet heel groot. Ja. Nou goed, ja, er zijn een hoop ongeschreven boeken. Ik heb daar planken vol manuscripten. Ook van, weet ik, 100, 200 bladzijden. En op een gegeven moment merkte ik, het wil niet. Ik wil wel, maar het verhaal wil niet. En dat verhaal heeft ook een wil. Het schrijven is niet iets van wat van de schrijver naar het papier toe gaat. Of de computer, het scherm of wat, nee. Het is geen monoloog, het is een dialoog. Ik kan iets willen en dan kan het verhaal zeggen, nou, nee. Dat doen we niet, we zo doen ook. En dan moet je geen geweld gebruiken, toch vasthouden aan je oorspronkelijke idee. Dan moet je het loslaten en kijken wat er gebeurt. Net als met een hond die achter een spoor aangaat. Ik vond die dagboekaantekeningen waarvan je mij een stukje hebt laten lezen, vond ik fascinerende lectuur. Dat hele wordingsproces van de ontdekking van de hemel. Dat dagboek is ook nog gelardeerd met de stemmingen waarin je verkeerde. Nou. Wat er in je persoonlijke omgeving gebeurde. Wat er in de wereld gebeurde. En ook staan er dingen in die pijnlijk zouden zijn voor de nabestaanden. Ja. Kinderen en zo. En dat zou ik dan weg moeten laten. En dat vind ik ook niet zoals het hoort. Nee. Nee. Dus weglaten vind ik niet zoals het hoort. Maar publiceren ook niet zoals het hoort. Er stuitte me iets tegen de borst. Ik dacht, dit is van mij. Ja. Het boek is van jullie. Ja. Maar dit hier... Dat... Ja, dat vind ik een heel goed standpunt. Als ik dood ben, dan klaar. Maar je hebt een prachtig archief. Je hebt alles bijgehouden. Ik heb het allemaal redelijk bijgehouden. Ja. Manuscripten heb je? Ja, behalve de eerste. Van Archibald Strohalm. Wat is daarmee gebeurd? Dat ik had nog niet het idee dat het manuscript iets betekent. Dus dat had ik geschreven, dan ging het overtypen en dan verscheurde ik het manuscript, het handschrift. Ja, achteraf is het totaal idioot. Maar ik was niet ijdel genoeg om toen al te denken, dat moet ik niet weggooien, dat moet ik bewaren, want ik word later heel beroemd en dan komt het letterlijk in een museum. En... Ja. Nee. Ja. Dus het pleit voor mijn bescheidenheid. Heel goed, ja. Dat is maar net wanneer je aan een moeder zou vragen die 12 kinderen heeft, welke is je het dierbaarst? En daar is er misschien wel één, maar dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Tegenover die andere 11. Dus dan moet je zeggen nee, of dat zeg ik niet, of weet ik wat. En zo is het met de boeken eigenlijk een beetje ook zo. Het zijn zo de kinderen. Natuurlijk zeggen die. Dit is allemaal materiaal dat zou dit is eigenlijk allemaal, met een bandrecordertje moeten worden opgenomen en bewaard. Want dat die oral history en ook die van je tijdgenoten en je vrienden en kennissen, dat is toch iets dat voor het te laat is, zou moeten worden vastgelegd. De vraag voor jou zal zijn, aan wie stel ik mijn archief open? Ik denk dat de dinsdag aan op een gegeven moment. Ja. Dat iedereen dan dat het duidelijk wordt, het is die. Ja. Man, vrouw.
Ja, waar ik in ieder geval niet over hoef na te denken welke uitgeverij krijgt het. Ik mag hopen dat dat impliciet betekent. Ja. Ja. Nou, dan moeten we opschieten, want dat wil ik nog heel graag meemaken, begrijp je? Dus binnen 3 jaar moet dat gebeuren. Ach, over tijdstippen. Oh, dat is ook nog niet zeker. Ja.